Goed, goedenavond. Fijn dat jullie goed verspreid zitten. Dan moet ik toch nog alle kanten opkijken. De kerken lopen leeg. Ja, ik heb van alles te vertellen, maar ik heb alleen de goede vragen nodig. Dus ik ben benieuwd of jullie die hebben. Hier staat het allemaal. Dus stel je vraag, ik zoek het op en dan rossen we dat al door zo dit weekend. Hey Hans, goedenavond. Eigenlijk voel ik me een beetje dood. Pijn, zelfafwijzing. Schuldgevoel, verdriet. Beetje liefde. Neiging om eraan te sleutelen. Eraan te ontkomen. Ja. Zeker. Angst om slecht te zijn. Maar je had al besloten dat je dat al was. Nou, eerder gewoon waardeloos en niet goed genoeg. Ik kwam even, ik weet niet wat ik ermee moet. En dat voelde heel lekker en ontspannen. Ik wil zo graag het allemaal loslaten, weet je wel. Uiteraard. Maar ik had dus zo'n mooie overgang van pijn en verdriet en en daarna of daardoorheen kwam een liefde en werd in één keer alles ruim en kon ik het, was het allemaal oké, maar dan kwam meteen van hé, dit is fijn, zo moeten we het hebben. Zo'n neiging om het ding zich goed te laten voelen. Ik heb zo het verschil gevoeld tussen hoeveel pijn dat persoontje kan hebben en hoe dat in één keer om kan slaan naar alles is oké. Ik ben dankbaar zelfs. En, het is, en ik wil dat diegene compleet is en zichzelf en vrij kan zijn. Maar dan had ik dat zonder dat verdrietige erbij. Dat verdrietige was meer die dit geval. Want het is niks onvoorwaardelijks aan dit ding. En zelfs toen ik dit ding hier zat, wist ik, die liefde wordt elke keer niet aangeraakt. Gewoon niet. En dan is het niet de liefde, misschien waar we het over die ruime liefde hebben, geen idee. Maar wat er ook gebeurt, die liefde voor diegene is onaanraakbaar. Dat moment, hè? Dat je voelde, het is oké. Wat was dat? Was dat liefde? Ja. Nee, man. Dat is neutraliteit. Ja? Natuurlijk, liefde is een emotie. Dat hoort bij de rest van die troep. Daarom vloeit het zo over in afwijzing en weer iets anders. Daarachter, achter al die emoties, heb je die neutraliteit. Daar wordt gezien dat alles compleet en oké is, maar het is geen liefde. Nee. Dat is een mistake. Zeg je wat? Ja. Yeah. Dat liefde zit inderdaad gewoon in een hoekje daar zo.
Ja, en dan heb je dus hier die hele berg van afwijzing, ja. Haat en woede en verdriet en zo. En dan staat daar liefde tegenover. Ja, prachtig in het platte vlak. Maar die okéheid, dat is het transcendente punt. Okay. Daarin doet het er niet meer toe of er geleden wordt of lief gehad of gelachen. Het is allemaal oké. Er wordt gewoon ja tegen het lot gezegd. Precies zoals het zich voltrekt op dat moment. Dat is iets heel anders. En er wordt meteen daarna liefde opgeplakt en daarna yes. Over nagedacht. En dan verlagen we het weer tot een dualistisch niveau. Zodat het de hele tijd over kan slaan in een van de andere emotionele toestanden. Daarom heb ik niks met liefde. En een verhaal ook, ja. En dan weer een positie van die ik dan inneem. Want dat is nou juist het mooie van als we uitzoomen of dat transcendente punt of hoe je het noemen wil merken. Er is gewoon die neutrale okéheid. Alles is welkom. Want het wordt allemaal doorzien als gewoon gesputter aan de oppervlakte. Het is gewoon irrelevant. Het neutraliseert de hele boel. Ja, en liefde wordt inderdaad, nou ja, niet in die neutrale boel. Daar wordt geen betekenis aan toegekend. Nee, dat heeft geen smaak. Maar die liefde wel. Yes, natuurlijk. Dat is een positieve emotie. En dat suggereert dus meteen dat er negatieve zijn. En je kunt erop wachten dat die komen. Want na zonneschijn komt regen. Dat weet iedereen. Ja, dat ging wel door elkaar, denk ik. Maar er is ook zo'n... Ja, zo'n spiritueel idee. Van als ik dan... Dan me alles kan accepteren... Dan heb ik geen lijden meer. Heb ik nergens meer last van. Ja, right. Maar de persoon kan niet alles accepteren. Sterker nog, zodra de persoon er is... Is er weerstand tegen wat er is. Daarom vraagt de persoon in essentie altijd, wat moet ik doen? En wat bedoelt hij dan? Hoe kom ik van mijn lijden af? Hoe kom ik onder mijn lot uit? In plaats van er interesse in te hebben en te kijken naar hoe kom ik in zo'n toestand? Waarom hou ik me aan die kant van de streep in plaats van aan deze kant? Waar het gewoon oké is, precies zoals het is. Dus als we het al, en dat vind ik dus ook zoals je weet een lastig woord, acceptatie, want dat klinkt als een trucje, weet je wel. Maar de werkelijke acceptatie met een hoofdletter, die accepteert gewoon ook niet acceptatie. Het is namelijk neutraal. Het zegt niet het moet zus en zo zijn, dat is nou net het kenmerk. Een persoon die wil altijd het zus of zo hebben. Dit wel, dat niet en meestal drie dingen tegelijk. Dus zodra ik denk dat ik iemand ben, zit er al een nee tegen het zijn zoals het is in. En van daaruit, vanuit die nee tegen wat is, gaan we zoeken en gaan we vragen van wat moet ik doen? Om toch mijn zin te krijgen of van iets vervelends af te komen. Wat moet ik doen? Keer terug naar wat je bent. Het is eigenlijk niet eens een kwestie van doen. Het is meer laten. Dankjewel. Thanks. Voordat we het erg in hebben, verhuizen we naar de verkeerde kant van de streep. En dan gaan we daar de daardoor gecreëerde chaos proberen op te lossen aan de verkeerde kant van de streep. En daar kun je 100 mee worden, maar nooit vrij. Dus het bizarre fenomeen doet zich voor dat op het moment dat ik, als het ware mijn hele zogenaamde ik, aan die kant van die streep laat, dat ik, ook als organisme, niet als ego, maar als organisme,
gewoon ineens begint te krijgen precies wat passend is. Als ik er niet meer op uit ben, als ik niet meer bezig ben van dingen af te komen. Als ik ze gewoon aankijk en ervaar en er ja tegen zeg. Moet ik in verwarring zijn nu? Goed, dan zal ik in verwarring zijn. Bring it on. Doe maar met mij. Want ik weet heel goed dat die Hans-character, die ego-figuur, die wil altijd zijn zin hebben en die moet zijn ijsje nu. En het is allemaal heel complex gebeuren. Je denkt het ook altijd beter te weten. Maar iets anders zegt gewoon ja. Pijn? Ja. Verdriet? Goed zo. Waarom? Omdat als je verdrietig bent over iets, dan kun je mooi zien waar je aan vastklampt. Want dat wat zich niet vastklampt aan iets, is nooit verdrietig over verlies bijvoorbeeld. Dus dat is altijd een ik-structuur. Ja, dan kan ik gaan jammeren en klagen en anderen de schuld geven of de wereld, de samenleving, de regering, de Russen, whatever. Play the blame game of ik kan kijken wat doe ik nou eigenlijk. Nou, vastklampen hieraan, voorkeuren, dit boven iets anders zetten. De hele tijd denken het beter te weten. Dat soort dingen doe ik de hele tijd. Ik manoeuvreer mezelf in de ellende. Omdat, zoals net al gezegd werd, dan probeer ik me goed te voelen in plaats van dat ik probeer te voelen wat er is. Ja, dat is toch een luchthartige opening.